Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Inmiddels ongeveer 850 mensen geabonneerd. Daar ben ik heel blij mee. En ga zo door. Abonneer je en laat commentaren achter. En dit is niet het einde van het filmpje. Ik doe hem een keer aan het begin. Want vandaag heb ik een Riva Rossi. Waar ik al lang naar op zoek was. Het gaat hier om de dubbeldekker motorwagen. Deze dubbeldekker motorwagen is bij de NS in het groot materieel ingezet om, als ik me niet vergis, 1700's vrij te maken. En het bijzondere aan deze is dat zij het drie assen heeft. Dus één middelas, drie assen, drie draaistellen met dus één middeldraaistel. Wat in het model ook vrij ver van links en naar rechts moet kunnen bewegen. Omdat de boogstralen op een modelbaan over het algemeen wat kleiner zijn. Dat derde draaistel zit erop, omdat gedacht werd dat deze moest net zoveel vermogen kunnen leveren als een 1700 ongeschakeld kunnen rijden. En er werd gedacht dat de twee draaistellen niet genoeg zouden kunnen leveren. Dus is er een derde bijgezet. Wat een heel raar verhaal is, vind ik. Want de 1700 doet het ook met twee draaistellen. En ook maar met twee wielen per draaistel. Dus. Maar dit is zover als ik het kan vinden online. Deze locomotief is door iemand al gedigitaliseerd. En het is heel moeilijk om hiermee te rijden op mijn baan. Want... ik heb een aantal bochten waarbij de baan een klein dipje maakt en dan ontspoort dus dat middelste draaistel. De oplossing daarvoor is bijvoorbeeld de wielen uit het middelste draaistel te halen en ze vast te zetten. Dan lijkt het enigszins goed te gaan. Het helemaal eraf halen heb ik gehoord. En de mooiste oplossing is natuurlijk je baan fatsoenlijk leggen, maar dat is wel meteen de moeilijkste oplossing. Want dat zijn bij mij bepaalde hoeken en bepaalde stukken. Dat zal... heel nauwkeurig opgehogen worden om dat voor elkaar te krijgen. Desalniettemin is dit er eentje die ik dus graag wilde hebben. Om hem open te maken. Er zitten hier vier schroeven. Laat je daar vooral niet door afleiden. In sommige modellen hoor ik dat die vier schroeven los moeten. En bij sommige varianten niet. En dit is een variant waarbij dat niet nodig is. Deze zit vastgeklikt. En bij het vastklikken. Vastklikmethodes werken tandenstokers over het algemeen goed. Even kijken hoe ik hem er nu uit kan krijgen. Ja. Hier gaat hij al. Zo. Nou, dit is de kap. Er zit nog een stroomafnemer op. Geleider op. Die komt dan op deze plaat terecht. Deze decoder is er niet door mij zelf opgezet, maar door iemand anders. En deze is dus... zit hier onder op een... connector geplukt. Ik dacht in eerste instantie dat hij misschien los opgesoldeerd zat, maar het is gewoon een standaard opgeplukt model. Voorop zitten nog wat gloeilampen voor de verlichting. Er zit een stevige motor in met vliegwielen, dus deze rijdt mooi. En vrij simpele binnenkant, maar wel goed zwaar. En ik vind het er solide uitzien. Ik ga even kijken, deze heeft dus een tijd stilgestaan, hoe het is met de toestand van het smeren. Dat doe ik niet bij mijn allernieuwste locomotieven, zoals ik de vorige keer zei. Het is meer een standaard reactie als ik iets nieuws binnenkrijg. Even kijken of het allemaal goed gesmeerd is. Nou, als je een nieuwe uit de doos hebt, dan is dat eigenlijk altijd wel het geval. En bij deze, ik vind het er vrij droog uitzien, dus ik loop het even na.
En daarna zal ik eens kijken of ik er een klein stukje mee kan rijden. Of dat ik hem op mijn nieuwe draaitafel zet. Op het achterste spoor staat de NS 1823. Ik heb het nagekeken. De DDM-1 series die werden inderdaad getrokken door 1800s of voorheen 1600s. Hiervoor staat de dubbeldekker motorwagen met drie wagons van Rivarosi. En die dus ook bij elkaar horen, waarmee deze ook, als het goed is, correct in elkaar zit. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.